en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. Moet ik even kijken. 1 februari. En dit is echt zo lang geleden dat ik heb geweekvlogd. En ik kreeg ook allemaal hele lieve DM's van jullie. Maar mijn weekvlogs zijn eindelijk weer terug. Vanaf nu ga ik elke week weer een weekvlog filmen. Op maandag ga ik beginnen. Ik sta dus nu in mijn nieuwe kamer. Dat is ook het eerste keer dat ik film in mijn nieuwe kamer. Als je de verhuisvlogs nog niet hebt gezien, zou ik die zeker gaan kijken. Heb ik heel erg mijn best op gedaan. En ja, ik woon dus nu lekker op mezelf. Dus ik ga echt hele andere vlogs maken dan hiervoor. Waar ik heel veel zin in heb. Mijn kamer is nog niet helemaal af. Dus ik denk als ik nu nieuwe dingen krijg van mijn kamer, dat ik dat ga filmen. Gewoon, laat maar zeggen, op een andere manier. Ik heb wel mijn posters gisteren opgehangen. Ik ga nu even ontbijten. En ik heb straks, ga ik bellen met mijn klas. Het is nu 9:50. Dus ik ga eventjes make-up eraf, bedoel mijn mascara boven mijn ogen halen. En dan ga ik lekker ontbijten. Oké, wij zitten hier dus nu al een week. En in die week heb ik niet gefilmd. Omdat ik gewoon eventjes wilde wennen aan alles. En ja, ik sta dus nu in de keuken. Ik ga even mijn waterfles vullen. En dan ga ik zo meteen even geroosterde boterhammen maken. Want daar heb ik heel veel zin in. Dus dat is wat ik nu ga doen. En Celia is aan het hardlopen. En Noor... Celia kennen jullie. Noor en Eline zijn mijn twee nieuwe huisgenoten. En Noor die is nog aan het slapen. En Eline slaapt nu thuis. Volgens mij is C nu terug. Mijn broodjes passen niet in de broodrooster. Hoe ging het hardlopen? Oh, je bent wel echt een strijder. Ik heb het al verteld in de vlog. Oh, echt? Ja. Healthy girl. Ja. Kan ik nog wat van leren. Je moet echt met veel dingen rekening houden. Ik ben ook gewoon, ik heb gewoon te groot brood gekocht wat niet in de broodrooster past. Ze hebben ook, ik zag bij de Jumbo van die kleine tosti brood. Ja, dat had ik eigenlijk moeten doen, maar die zag ik toen niet. Ik dacht er nog aan, ik wilde het nog zeggen. Nee, maakt ook niet uit. Ik vind dat zo awkward als mensen zo meekijken. Oké, ik ben met C. Oh, kan de muziek iets, heel even. Ik had hem al zachter. Anders hoor je het door de copyright. Oh, echt? Ja. Oké, C en ik zijn onderweg naar de praxis. Want we hadden prullenbakken nodig in huis. Dus die gaan we nu ophalen. Toch? Mm-hmm. En wat nog meer? Naar de etels. Ja, maar alleen prullenbakken daar, toch? Dat weet ik eigenlijk niet. Eline heeft het besteld. En hoe duur waren ze? Oh! Wat doet deze auto? Die slaat af. Ja, is hij gek? Oh, jezus! Niet naar achter. Nee. Oh, dit gaat helemaal niet goed. Het gaat echt helemaal niet goed. Wat doet deze man? Oh, oh, oh. Wat doet hij? Is hij gek? Oké, nou, dus we gaan prullenbak halen. Eén, we hebben er nog één nodig voor de badkamer. Voor allebei de badkamers. Mm-hmm. En hebben we nog er meer besteld? Ja, weet ik dus eigenlijk niet. Oh, oké. Nou ja, we zien het wel. Ik moet ook nog een complete house tour filmen van het huis voor de andere vlog. Oh ja. En we gaan even naar de Ethos. En ik heb veel te bruine foundation op. En we gaan nog even. Oh, oh, oh. En wat gaan we nog meer doen? Heb ik dit ook. En dat was het. Ja, en boodschappen doen. Ja. Nou, zijn we bij de praxis. En daar komt C. Oh, je bom viel. Oh, de bom valt. Klein. Ja, dat is toch juist goed. Oké. Okay. Maar hoezo drie? Oh, één voor één in de kamer. Ja. Oh, en dan delen wij er één op de badkamer daar. Ja, oké. Okay. Ja, nou in de vlog vandaag. Nee, alleen met... Oké, okay, vertel. Wat gaan we eten? Oh, bok. Bok? Met kipdij. Bok. En met kipdij. Kipdij, nee. Met tomaat. En, nee, deze geen lekker tomaat. Tomaat. Ja. Lekker. Van Aldi, echt een tip als je een skip. Nou, dat is €9 deze maaltijd. En we eten met z'n zessen, dus. Echt? Ja. Nou, dat wil je wel. Hopen dat het goed is. Boodschappenlijstje staat in de beschrijving. Volg hieronder. Hoe werkt dat bij jullie dan? Dan moet je zo'n briefje er zo bij doen. Het is vandaag dinsdag en het is inmiddels al 12 uur. Ik heb vanochtend bijles gegeven aan mijn oppaskindjes, die dus ook bij mijn moeder thuis, laat maar zeggen, wonen. Ik kan het nu alsnog wel thuis noemen, maar gewoon bij mijn ouders thuis, zo meer op die manier. Dus ik heb net bijles gegeven aan deze tafel en ja, daar ben ik net mee klaar. Ik had vannacht gewoon thuis geslapen en gisteren was super gezellig. Ik ging nog ijsje halen bij de Mac, spelletjes gedaan
En vanochtend dus weer vroeg op. Ik geef dus nu elke ochtend al een paar weken lang van 9:30 tot 12:00 bij les. Of thuisonderwijs eigenlijk. Dan help ik ze. Van groep 3 en groep 5. Ik ga nu lekker met mijn moeder lunchen. En ik blijf dus hier omdat ik vanavond weer moet werken. En anders moet ik heen en weer. Ik ga proberen wel één dag nog gewoon thuis te slapen. Voor de rest. Niet super veel te melden. Nou ja, eigenlijk wel heel veel. Maar ik wil ook niet te veel praten. Ik wil ook gewoon dingen laten zien. Maar ik ga in ieder geval nu lekker lunchen. En daarna moet ik echt naar school zitten. Want ik moet vrijdag een verslag inleveren. En vanochtend heb ik weer bijles gegeven. Ik heb dus hier geslapen. Ik moest gisteren werken. En ik heb tot 12:00 aan mijn verslag gezeten. Ik ben nu weer verder aan het gaan. En het is nog steeds niet af. En het moet vrijdag af. Maar ik moet het dus nog laten ondertekenen door mijn mentor. Dus ik moet het eerder sturen. In ieder geval, ik ga voor 5 minuutjes ga ik bellen met een docent over nog iets anders. En het is echt heel druk. En daarna ga ik naar mijn huisje toe. Maar ik wilde eigenlijk dus dit af hebben. Dus dat eigenlijk, ik moet echt eventjes aan de slag. Oké, ik ben weer in het nieuwe huis. En vandaag is dus het tapijt gelegd op de trap. Heel erg mooi. Ik val bijna naar beneden. En ik moet dus naar mijn kamer 3 trappen heen en weer lopen. Dus ik ben helemaal buiten adem. Oh. Ik viel bijna van de trap toen ik mijn voeten filmde. Oké. En Eline en ik gaan nu de keuken opruimen. Maar dit ziet er ook echt heel raar uit dat we zoveel pannen hebben. Is dat ook? Oké. Ook nog pannen. Ja, dus we gaan het nu een beetje ordenen. Ja, dat eigenlijk. Leuk. Ik ga even een tour geven. We hebben hier een kruk waar ik op kan staan. Daarboven hebben we de airfryer. Dan hebben we snijplanken. We hebben echt zoveel borrelplanken. Doe normaal. Mixer. En er staat daar ook nog ammoniakoplossing. Kunnen we niet bij de schoonmaakspullen doen? En wat staat daarnaast? Wat is dit? Ja, dat is voor niemand. Van schilderwerk. Oh, dit kunnen we voor de ruiten gebruiken. Was het echt? Ja. Oké. Okay. Dan hebben we hier alle pannen. Ja, het is echt bizar. Dan kunnen we ook naar de rest sturen. Dan weet je gelijk alles staat. Ja, geef hem gelijk ook daar. En dan hebben we hier zo alle schoonmaakspullen. Ah, het is nu wel echt geordend. We hebben hier... Oh, dat vind ik zo irritant aan deze prullenbakken. Eeuw! Nu zat ik met mijn hand erin. Hoe doe je hem open als hij soort van... Dan moet je de boze nou ook in. Oké, dus we hebben hier de pannen, dat liet ik net zien. De schoonmaakspullen, de vaatwasser. De 2 prullenbakken met de tabletjes. Oh, we hebben deze nu ook vrij nog, hè? Wat hebben we hier nu nog vrij dan? Oh, hier zit eigenlijk ook niet zo. Ja. Het is wel leuk om daar bijvoorbeeld... Oh, wat zie ik eruit. Ik moet vanavond koken. Mm-hmm. Het gaat nog wat worden. Wait, we zijn Married at First Sight aan het kijken. Seizoen 6 is dit toch? Ja. Leukste seizoen dat er is. Waar in die bank zit? In de jus. Dat gaan wij niet doen, wij zijn healthy. Kijk de meiden eens koken. Lekker met de meiden AVG'tje. Heerlijk. En ook nog eens vega. Gaan we dit bij de boontjes doen? Nee. Doe eens normaal. Hier pak ik 3 keer dingen in. Dit is echt, dit is echt achterlijk. Nee, dit met rust. Nee, dit hoef ik niet. Nee, dit ga je echt weggooien. Dit is echt zonde. Dan terug. Terug? Dit kan gewoon weer bij de boontjes. Nee, gooi het weg. Vieze Rick. Dit is gewoon gesmolten boontjes. Doe ja, maar het is helemaal niet meer lekker. Hoezo heb je dat niet opgemaakt? Eeuw. Cozy, sfeer, sfeerbeelden. Lekker. Nou, ik hou van echt veel aardappelen. Aardappels. Vond ik echt ook een beetje. Lekker. Net als die sperrenbank. Daar hebben we straks ook. Die slipper. C, Noor en ik hebben net aan school gezeten. En ja, we gaan dit echt vaker doen. Want het werkt echt heel erg goed. We zitten gewoon aan de eettafel dat te doen. En we hebben net ook de bank weggehaald. Want voor mensen die de verhuisvlogs hebben gezien. Nou, in ieder geval, morgen komt de nieuwe bank. Dus we hebben de andere bank nu in de zolderkamer gezet. En ik ga zo slapen. Jezus, hoe kan ik nou buiten hebben? Ik drink zoveel water. En dan morgen weer bijles geven. Aan school zitten. En voor de rest niet echt heel veel plannen. Misschien ga ik morgen even een rondje wandelen om hier even te kijken.
Ik weet nog helemaal niks hier. Ik ben nog nergens geweest. Nee, oprecht. Ik heb nog alleen bij de McDonald's. Ik heb nog niet eens die winkelstraat gezien. Die Herenstraat. Die is heel leuk. Ja. Die is echt heel leuk. Morgen een rondje lopen? Ja, is goed. Het is de middag even. Misschien kunnen we ergens een broodje halen. Goed idee. Dan ben ik hier wel om 11:45. Dan ga ik gelijk vanuit de bijles hierin. Ja, vind ik ook wel goed. Ja, hing. Heel goed. Oké, okay, de scheidsrechter fluitte vaak. Floot. Floot, heel goed. Ja, super. De muis sluipte over de gang. Sloop. Sloop, heel goed. Ik zat in het verkeerde werkboekje bij de laatste. Ja, maar dat maakt niet uit. Vul de juiste vorm in van het werkwoord. Moeder, puntje, puntje, een cadeau van vader. En het is in de verleden tijd. Kreeg. Kreeg, heel goed. Even weer een. Nou, de laatste bladzijde. Het is vandaag donderdag? Donderdag, denk ik. In ieder geval, ik heb net bijles gegeven, dat konden jullie net eventjes zien. En we gaan dus morgen, omdat morgen de laatste dag is, want daarna gaan de basisscholen maandag weer open, gaan we morgen met z'n drietjes bij de Mac eten. Heel veel zin in. Ik ben nu eventjes wat middageten aan het maken. Ik moet zo echt naar school. Ik ga zo weer naar mijn eigen huis. Maar ik ga nu nog heel eventjes hier dan lunchen en dan ga ik weer daarheen. En dan moet ik daar de hele dag aan school zitten. Oké, okay, geniet van het laatste moment onder bank. Lekker zo. Ja. Een soort podium maken we hiervan. Nee, mijn moeder. Ik? Nee. Oké, okay, nou, de nieuwe bank is er. Wat vinden we ervan? Heel leuk. Heel leuk. Dit heel leuk. Dit kussentje zat erbij, maar we willen een beetje roze natuurlijk. Nou, we zijn weer helemaal goed bezig met school. En ik wil even nog iets laten zien. Ik had dus deze vorig jaar van mijn klas gekregen. Maar nu zie je wel die namen, maar dat maakt niet zoveel uit. En er zitten dus allemaal theezakjes in. Oké, okay, ik heb net gedoucht en we zijn nu aan het koken. Oh, ik moet elke keer die trappen allemaal lopen. Kunnen we geen andere muziek aanzetten voordat ze denken dat we dit standaard luisteren? Ja, maar even. Nou, we gaan dit maken. Dit lasagne en vers pakket. Het is eigenlijk mijn avond, maar iedereen neemt mijn taak over. En dan weet ik al straks hoe het gaat. Als ik weg ben. Klaar. Janette, waarom heeft Janette niks gedaan? Ja. Oké, okay, mag ik nu? Dit is gewoon hartstikke gezond. Heel gezond. Groenteschotel eten. Had ik knoei op mijn pak? Nee, oké. Okay. Nu weten we niet meer welke kant van mij is. Aardig dat ik ook water krijg. Het is vandaag vrijdag. Oh, volgens mij ben ik niet zo goed in beeld. Ja, nu wel. Het is vandaag vrijdag. Ik heb net bijles gegeven. Het is 11:45. We moeten van 9:30 tot 12:00 bijles geven. Het is de laatste bijles. Want maandag gaan de scholen weer open. Eindelijk voor die kinderen. En vanaf maandag begint mijn stage ook weer. Ik ga nu weer naar mijn eigen huis rijden. Want ja, waarom niet? Dus daar ga ik nu naartoe. Dan heb ik straks online les. We hadden gisteren zelf lasagne gemaakt. Dat was echt super lekker. En we hebben gisteravond ook Temptation gekeken. Was ook heel erg leuk en heel spannend. Dus ja, ik heb zo meteen online les. En dan ga ik vanavond ga ik dus met mijn twee oppaskinderen, waar ik de afgelopen 3 weken mee aan school heb gezeten, gaan we samen naar de Mac. En dan ga ik hun mijn nieuwe huisje laten zien, want dat wilden ze heel graag. Dus daar heb ik heel veel zin in. Ik ga u niet in beeld brengen, maar misschien wat stemmetjes erop. Wel zo prima. En ik ga dus nu naar het nieuwe huis toe rijden. Ik heb er echt heel veel zin in. Gisteren is ook de video online gekomen dat ik ging verhuizen. En ik heb echt zoveel lieve reacties. Echt... echt heel erg lief. Je maakt me gek. Wil je bij me hebben? Wat doen wij? Is dit de juiste tijd? Ben je hier al? Bitch, I just wanna hear disco. Christian Louboutin. Zij moet die Christian Louboutin. Zo weet dat ik de goest ben. Omdat ik ze zelf aan mijn voeten heb. Ja, eigenlijk jij. Ik ben thuis weer. En C is lekker broccoli soep aan het maken. Healthy life. Oh, ik had ook gewoon de lasagne van gisteren nog kunnen eten. Dat kan je ook nu eten. Ik snap je, ik eet broodjes. En ik ga zo dus aan school en dan heb ik een online les. Ik heb nu 2 keizerbroodjes in de oven gedaan. Maar je moet ook nog een huis doen. Maar die verhuisvideo wordt wel echt heel leuk. Ja, oké, okay, ik zit weer in de auto. Want ik ga dus nu mijn oppaskindje ophalen. Volgens mij is het licht heel slecht. Maar die ga ik dus nu ophalen. En dan gaan we naar de McDonald's toe. Heel veel zin in. En daarna moet ik echt aan school zitten. Want ik moet dus vanavond om 12:00 een verslagje leveren.
En in het weekend komen vriendinnetjes. Ik moet morgen wel heel vroeg werken. Maar we gaan nu dus nog eventjes lekker Mac eten. Hebben jullie zin in Mackie? Zin in? De doek is daar naast je. Hier zo. Ja. Hebben jullie lekker gegeten? Heerlijk. En we zijn nu lekker een ijsje aan het halen. Ik doe het even voor de video, even filmen. Ja, yummy! Heel erg yummy, toch? Ja. We hebben een ijskoffie heb ik en... Dus wat heb jij? Milkshake. Milkshake! En wat heb jij? Oreo. Heel lekker, hè? Ja. Oké, het is vandaag zaterdag. Ik heb nog helemaal niks gefilmd. Ik moest vanochtend van 6 tot 2 werken. Dus ik was echt heel erg moe. Ik heb vanmiddag nog geslapen. En ik ben nu weer thuis. En we krijgen een cadeautje. Maar je ziet wel wat het is. Ja, voor de koffie. Voor eerste cards. En deze. Jij moet ook eentje. Nee, ik film het wel. Ik film het wel, Jan. Ja, dit is echt zo leuk. Kijk, Jan, niet dat jij koffie drinkt, maar daar kan je dus die koffiedingetjes in doen. Oké, nou. Ik pak wel even echt een doosje. Is het die? Geen doosje om kaas. Kijk hoeveel ik heb. En er staat de kast ook nog. Oh ja. Okay. Ja, gelukkig drinkt alleen twee koffie dus. Drinkt alleen jij koffie? Ja. Drinkt alleen jij. Gelukkig kan niemand mijn lekkere koffie stelen. Ja, dat is wel chill. Elke week iets anders uit. Mooi hoor. Hoe gaat het nu weer uit? Want nu ben ik heel graag. Het is wel gewoon op. Zou je willen? Lekker. Van Maggie. Nee, een beetje van jezelf en een beetje van Maggie. Dat zeggen ze toch altijd? Een beetje van jezelf en een beetje van Maggie. Eens helemaal van de kaart. Lien, jij moet ook weer. So many words to say. Maar mijn lippen werken nu niet mee. Oké, Lieve, elke avond. Ik zit vandaag, dan eet ik weer patat. En daarna ga ik op borrel aan bij ons in de stad. Stad. Ah! Lieverd, ik in de kist. Goedemorgen, het is vandaag zondag. En er ligt sneeuw. Echt heel erg mooi. En Ijf sliep vannacht bij mij. En we gaan nu lekker croissantjes eten. Ik ben met mijn brouw aan het werven. Dus het is echt mega heftig. Geen goed plan deze ochtend. Goedemorgen. Goedemorgen zonder zorgen. Het is vandaag dus zondag. Ik heb hem even klaargemaakt. Daarom had ik net nog niet gefilmd. Ik ga naar beneden lopen naar de rest. Wat ik aan heb is gewoon een Spencer en een zwarte kooltrui. Ik ga zo even mijn bed eraf halen. Maar nu nog niet. En er ligt echt zoveel sneeuw. Het is echt niet normaal. Eerste keer sneeuw. Eerste keer sneeuw. Ja, oprecht. Het is de eerste keer dat ik erin loop dit jaar. Het is een ziek dikke laag. Kijk, mijn schoenen zitten gelijk helemaal onder. Is niet goed hoor. Wij lopen dus nu naar de Aldi. En dan gaan we even boodschapjes doen. Vandaag is alweer de laatste dag van de vlog, van de weekvlog. Moeten we niet zo? Ja, dat is een goed plan. Is dit de autobaan? Ja. Oké. En ik ben dus samen met Noor. En we gaan het even de avond... Oh, je had echt niet deze broek aan moeten doen. De Zara broek. Met de splitjes. Heb jij hem niet laten inkorten? Nee. Ik heb er zo'n stuk van afgehaald. Ik kan ook alleen met mijn Sandra's kan ik aan, maar dan moet ik dan met mijn overtrek. Maar hij is ook helemaal kapot aan de achterkant. Ik loop gewoon op. Ja, ik heb hem dus laten inkorten, maar daardoor is die split wel heel klein bij mij. Ja, klopt. Dat is ik een beetje vergeten. Maar bij mij gaat dat op deze kant ervoor. Oh, maar de Domino's is wel open hoor. Afhaal misschien? Oh ja. Nu? Oh ja. Oh ja. Hij is heel lekker. Ik kan gewoon mijn ogen niet openhouden door die sneeuw. Oké, wij zijn dus nu in de Aldi. Oh, wat ziek eruit. Dat mondkapje ook echt mega slecht op. Zou ik deze nog kopen? Maar ik heb nog. Nou ja, ik doe het wel. Oké, Noor en ik hebben dus buiten gewandeld. En we zijn toen boodschappen geweest, want ik heb het niet gefilmd. Want ik heb nu nog steeds, maar net echt mega veel pijn. Er waren dus jongens en die hadden gewoon denk ik van 1 meter afstand een sneeuwbal en een ijsbal op me gegooid. Op mijn kaak. Echt heel erg pijnlijk. Het doet nog steeds echt mega veel pijn. En ik word zo meteen opgehaald door mijn vader, want ik moet vanavond werken. En het sneeuwt zo hard dat ik echt niet durf auto te rijden. Dus we gaan het even zo oplossen. Dus ik ga even mijn spulletjes opruimen en dan
ga ik zo meteen dus met mijn vader mee. Mijn camera is echt helemaal beslagen. Oh, nou, ik denk niet dat ik de weekvlog ga afsluiten, nog niet. Ik ga nog even een paar dingetjes filmen. Maar in ieder geval echt heel erg last van mijn kaak. Ik zie er echt niet uit. Je ziet er gewoon net zoals altijd. Echt? Je moet dat licht achter je even uitdoen. Zo. Oké. Als je oortjes in hebt, dan hoor je jezelf dus niet eten. Dan maak je dus altijd heel veel geluid. Dat vind ik irritant. Ja. Nee. Dat hoe heet het? Een sound effect voor de vlog. Ja. Gewoon even lekker een beetje ASMR. ASMR. Zullen we hem ASMR afsluiten? Bedankt voor het kijken. Oké, ik heb net gewerkt. Ik ben echt helemaal kapot. Helemaal pijn in mijn kaak. Heb je al verteld wat er is gebeurd? Ja, volgens mij had ik het vanmiddag wel even kort verteld. Maar het gaat wel. En C en die zijn nu... Zo'n smoel. Ja, zo'n dikke... Ik weet dus niet of ik morgen naar stage moet, maar ik ga hierbij de vlog afsluiten. Als je het een leuke video vond, dan zou ik het erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal. En dan zie ik jullie heel snel weer bij een nieuwe video. Doei doei!